Insulineresistentie. Laat ik daar eens eventjes beginnen. Insuline is een hormoon dat de bloedsuiker verlaagt. Dus wanneer de bloedsuiker stijgt, dan zorgt insuline ervoor dat de suiker wordt opgeslagen in de cellen. En met name in de cellen van de spieren en de lever. En dat is een stof, dat is glycogeen. Dus glucose wordt in de vorm van glycogeen opgeslagen in het lichaam. En als het opgeslagen is, dan daalt de bloedsuiker natuurlijk weer en blijft die binnen een veilige marge. Hij moet niet te laag zijn, dan krijg je bloedsuikerdips. Hij moet niet te hoog zijn, dan krijg je suikerschade, wat je ook wel glycatie noemt. En dat is bij resistentie van insuline nog niet zo erg, maar bij diabetes, en zeker wanneer je er niks aan doet, dan krijg je heel snel versuikering in het lichaam. En dat wil je natuurlijk ten alle tijde voorkomen. Dus normaal gesproken, insulineresistentie is iets dat is niet zeldzaam. Er wordt zelfs geschat dat de helft van Nederland... Monique, welkom dat je er bent. In de helft van Nederland wordt van verwacht dat ze in mindere of meer of hogere mate resistent zijn voor insuline. En waar het door komt, dat kan eigenlijk steeds meer verergeren. Als je een ongezonde leefstijl hebt, als je aankomt, als je veel stress hebt, dan merk je dat de cellen wat minder goed reageren op insuline. Dan kan het lichaam bij een bloedsuikerstijging wel insuline aanmaken, maar daalt die niet snel genoeg omdat de receptoren op de cellen als het ware een beetje doof worden voor insuline. Nou, als reactie daarop gaat de bloedsuiker natuurlijk hoger worden en die wordt hoger dan die zou moeten zijn. Dan raakt het lichaam in paniek en die gooit een overdosis insuline er tegenaan in de hoop dat het nog opgenomen wordt. Dus het lichaam schreeuwt als het ware tegen die dove, resistente receptoren. Nou ja, dan wordt het nog gehoord. En dan is het zelfs zo hard wordt er geschreeuwd dat ze in een soort van wakker schrikken. En de bloedsuiker zelfs in een dip trekken. En als je het verloop hiervan van ziet. Normaal gesproken een gezond persoon die niet resistent is. Denk aan een topsporter. Die eet suiker. En als je suiker eet, gaat de bloedsuiker bij zo'n persoon niet al te hoog worden. Hij wordt goed in de cellen opgenomen. En vervolgens daalt hij naar een basisniveau. Er volgt geen dip. Dus iemand die in topshape is, die niet resistent is, die heeft geen last van bloedsuikerdips na maaltijden met snelle koolhydraten. Dit is de beginfase. En je merkt als je dat... Als je nou een leefstijl hebt waarbij je dus heel veel stress hebt, aankomt, voeding eet die je ontstoken maakt, dat is een hele belangrijke. En daarnaast een inactief leven hebt, dan ga je van die topsportmanier, dus een niet te hoge bloedsuiker zonder dip, dan gaat die bloedsuiker na een maaltijd te hoog worden, gevolgd door een dip. En in die dip, ja, dan ga je natuurlijk niet grijpen naar een salade. Nee, met een bloedsuikerdip voel je je slecht, kun je zelfs depressief voelen. En wat dan dat probleem dan op kan lossen, is het eten van bepaalde suikervet-zoutcombinaties in elkaar gezet door een levensmiddelentechnoloog. Die geeft dat lekkere gevoel. En ik zelf weet hoe je dat inderdaad doet. Dan ga je eigenlijk, als die personen voeding gaan eten die de bloedsuiker te snel verstoort, voelen ze zich regelmatig slecht en gaan ze gemiddeld slechter eten. Daarom zie je ook dat iemand die resistent is voor insuline, daarom zijn die laag koolhydraat of die traag koolhydraat diëten heel populair. Dus als de bloedsuiker maar langzaam verstoord wordt bij deze mensen, gaat het nog goed, is er geen bloedsuikerdip. En als er geen bloedsuikerdip is, dan is het makkelijker om een dieet vol te houden. Dus in dat geval, die diëten zijn populair. Logisch ook, want de helft van Nederland is minstens eigenlijk resistent voor insuline. Nicole vraagt, laaggradige ontstekingen, daar kom ik zo even op terug, bij de remedie hiervan. Allereerst het verloop wil ik nog eventjes verder uitleggen. Dus die resistentie treedt in, dat kan steeds erger worden, de bloedsuiker wordt steeds hoger, de dips worden steeds dieper. En ook als de bloedsuiker hoog is, dan ontstaat er al wat suikerschade. Dus als je resistent bent, dat merk je niet meteen aan allerlei zware klachten lichamelijk, zoals bij diabetes wel zo is. Alleen dat sluimert over bijvoorbeeld tientallen jaren, dat je langzaam versuikert. Als het nog erger wordt, dan kan het zelfs zo zijn dat de bloedsuiker helemaal niet meer naar beneden gaat. En dan zou je het eigenlijk alleen in de urine kunnen meten. De urine kan het nog uitgooien. Dan zou je zoete urine hebben, zou je kunnen proeven bijna. Maar ja, dat kun je ook meten. Natuurlijk, dat is de ouderwetse manier is proeven door de arts. En je kunt het ook meten, alleen dan is het natuurlijk wel een heel ver stadium, En op dat moment noem je het ook diabetes.
En in dit geval is dat diabetes type 2. Dus je gaat van gezond naar licht resistent, naar zwaar resistent. Dat noem je zelfs prediabetes. En dan is er diabetes type 2. En als diabetes type 2 intreedt, moet er snel medicatie gebruikt worden om de bloedsuiker naar beneden te krijgen. Want de insuline doet het niet meer. Cellen zijn zo doof geworden, dat werkt niet meer. Dan is er een medicijn wat vaak gebruikt wordt, dat is metformine. Dat is het basismedicijn bij diabetes type 2. Die haalt de bloedsuiker naar beneden. En er zijn ook wat nieuwe medicijnen bijgekomen als aanvulling op metformine. Zeker wanneer het wat ernstiger is met de diabetes type 2. Dus dat is het ene type diabetes. Dan hebben we het andere type nog, dat is diabetes type 1. En type 1, dat is niet een probleem van de receptoren met name. Dat is namelijk het probleem dat de insuline niet goed aangemaakt wordt door de alvleesklier. We hebben de alvleesklier, die heeft een bepaald gebied. Dat heet de eilandjes van Langerhans. Die maken insuline. En in dit geval zijn het de beta-cellen van de eilandjes van Langerhans. Die doen het niet. Door een auto-immuunziekte. Het immuunsysteem valt de eilandjes van Langerhans beta-cellen aan, waardoor ze niet meer functioneren. En dit is ook wel desastreus, want dit is heel lastig. Er is eigenlijk geen leven meer in te roepen als dit eenmaal gebeurd is. En dan moet je insuline spuiten. En je hebt daar natuurlijk verschillende soorten van. Je hebt het zelf injecteren van een langdurige insuline-injectie. En je hebt ook kortdurende injecties in de vorm van een insulinepomp. Dus dan wordt eigenlijk de functie van de alvleesklier nagebootst door medicatie. Dus dat zijn de twee types. Type 2 hebben we met leefstijl langzaam op kunnen bouwen. Je moet natuurlijk ook wel genetische aanleg hebben voor type 2. Maar de leefstijl heeft daar een hele belangrijke invloed. En dat wordt ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, omdat het proces natuurlijk langzaam gaat. Maar er zijn steeds jongere gevallen van diabetes type 2 te ontdekken. Dan het andere type is type 1. En type 1 werd meer gezien als auto-immuun en het gebeurt met name ook als je jong bent. Daar zijn we op teruggekomen, want er is een ander type, type 1. Dat noem je de LADA-vorm. En de LADA-vorm is een type 1 die maar langzaam ontstaat. En daar wordt nogal eens een keer een verwarring geconstateerd. Dat iemand denkt dat hij diabetes type 2 heeft, want dan lukt het met metformine nog om de boel te stabiliseren. Maar het blijkt type 1 te zijn in de LADA-vorm, die op latere leeftijd zich pas gaat uiten. Dus dit kan ook een misverstand zijn. En er wordt een beetje geschat dat er zeker wel meer dan 10% eigenlijk bij diabetes type 2 toch een LADA-vorm heeft. En er later dus achterkomt dat de alvleesklier zelf niet goed functioneert. Dus dit is wel een groot verschil. Heel veel mensen zitten dus in dat voortraject voor het krijgen van diabetes type 2. En ik vind het zelf ook wel heel mooi dat nu ook nationaal op de tv ook aandacht is voor Keer Diabetes Om. En met name de organisatie Voeding Leeft met de professor Hanno Peil, die ontzettend veel bereik heeft gekregen om te laten zien dat er meer is dan alleen maar pillen en spuiten. Dus het omdraaien van diabetes wordt steeds bekender. En dan hebben we het nu natuurlijk over de type 2 variant, de leefstijlvariant. Al moet ik zeggen, het thema resistentie voor insuline is ook belangrijk voor type 1. Want als je en de alvleesklier slecht functionerend hebt of niet functionerend, en de cellen zijn nog eens een keer doof voor de insuline die je toedient, is geen handige situatie. Dus in beide gevallen complementair werken aan leefstijl sowieso. Op het gebied van diabetes type 2 zal ik het verhaal verder doen. Keer diabetes type 2 om, er zijn heel veel verhalen over. Er zijn ook allerlei internationale succesverhalen waarbij mensen in 2 weken van de metformine afkwamen en een goede bloedsuiker zouden hebben. Ja, dat zijn natuurlijk ook hele stoere verhalen. Het is geen wedstrijd om zo snel mogelijk medicijnvrij te zijn. Het gaat er maar bij meer om. Hoe kun je een leefstijl aanmeten die de klachten weg gaat nemen, die de medicatie gaat verlagen of zelfs ook onnodig maken, maar die je wel de rest van je leven volhoudt. Ik heb er niks aan als iemand binnen korte tijd van de diabetes afkomt en een leefstijl heeft gekozen die hij nooit kan volhouden. Dan denk ik van ja, waar zijn we nou in vredesnaam mee bezig? En ook als ik het heb over diabetes, wordt er heel vaak gesproken over, ja, het ligt aan de suiker. Nou, diabetes type 2, het ontstaan daarvan, is een optelsom van allerlei dingen bij elkaar. En dat is niet één knop waar je aan draait. Het is niet de schuld van de suiker, niet de schuld van alleen aankomen. Het is een combinatie van heel veel dingen. En eigenlijk, als je deze dingen bij elkaar gaat zetten, kan ik bijvoorbeeld beginnen bij overgewicht. Overgewicht maakt resistent. En dus ook bij diabetes type 2 en bij resistentie, die aan vooraf gaat en die er ook nog speelt,
is afvallen toch wel een heel belangrijk thema. Mocht je overgewicht hebben, is afvallen belangrijk. Niet iedereen heeft het met diabetes type 2, maar een groot deel heeft het metabool syndroom, zoals je dat ook wel noemt. Hè? Dat is dus aankomen. Daarnaast is het ook zo dat de bloedsuiker bij deze mensen het liefst stabiel blijft. Dus een laag koolhydraat dieet hoeft niet per se, maar vooral een slow carb dieet, een traag koolhydraat dieet. Dus voeding eten die de bloedsuiker maar langzaam laat verstoren. Ja, jullie zullen wel weten welke dingen de bloedsuiker snel verstoren. Dat zijn namelijk de koolhydraten waar geen vezels bij zitten en waar geen vet bij zit. Dat zijn de twee remmers uiteindelijk van de opname hiervan. Nou, wanneer is die situatie zo? Vaak hoor ik bijvoorbeeld witte rijst noemen. Witte rijst bevat geen vezels. Als je alleen maar witte rijst zou eten en tomatensaus, ja, dan stijgt die bloedsuiker enorm. Maar neem je witte rijst in combinatie met heel veel vezels in de vorm van groenten en dan nog een beetje olijfolie eroverheen, hè, een beetje vet, dan maak je van een snelle koolhydraat een traag koolhydraat. Dus dat is al een truc die je kunt gebruiken. Witmeel, hè, geraffineerde producten, zijn snel opneembaar in het bloed. Dingen die zoet smaken, vaak ook. He, al zit er soms weer vet bij, waardoor de opname eigenlijk wel weer meevalt. He, dus zorg ervoor dat wanneer je een koolhydraatbron hebt waar geen vezel in zit en geen vet, dat je die terugbrengt daarbij. He, dus of je kiest die koolhydraatbron niet, dan kies je voor zilvervliesrijst of dat soort dingen. En wanneer je het wel neemt, gaan we in ieder geval afremmen met andere factoren eromheen. He, dan stijgt de bloedsuiker niet te snel en dat is een stuk gunstiger. Misverstand wat er ook is, dat er vaak gedacht wordt wat bij diabetes 2 of bij resistentie, dan gaan we eens even lekker 7 of 8 keer per dag eten. Nee, dat werkt niet. Je merkt, als je dat doet, dan blijft die bloedsuiker maar zoeken naar zijn ideale waarde en heeft je systeem nooit rust. Ik zou meer zeggen, 3 keer per dag een goede maaltijd hebben die de bloedsuiker langzaam verstoort en een tussendoortje om 3:30. Ontbijt, lunch, tussendoortje om 3:30, avondeten. Bestaande uit onbewerkte natuurproducten die de bloedsuiker maar langzaam verstoren, is uiteindelijk de manier die voor veel mensen werkt. Dat is alleen voeding. We hebben natuurlijk nog meer. We hebben ook nog eens een keer stress. Stress reduceren is heel erg belangrijk. Er zijn mensen die zichzelf resistent of bijna een diabetes kunnen trekken door de stress, door zo'n stressvol leven te leiden. Is niet handig. Dan hebben we nog eens een keer de training. Krachttraining is belangrijk. Meer spiermassa creëren is een hele goede om uiteindelijk meer receptoren voor insuline te krijgen, waardoor je uiteindelijk beter je bloedsuiker kunt gaan opslaan. Hè? Want de spier is natuurlijk een groot opslagvat van glycogeen om de suikers daar weer op te bergen. Hè, dus dat zijn wat belangrijke dingetjes. En natuurlijk is er ook medicatie die je resistent kan maken. Hè? Het gebruik van prednison of andere middelen, medicijnen kunnen daarbij ook een beetje tegenwerken. En dan hebben we ook nog eens een keer, ik zei net al eventjes, ik zal het thema terug laten komen, laaggradige ontstekingen. De receptoren voor insuline zijn niet blij met laaggradige ontstekingen in het lichaam. Dat is eigenlijk dat ons immuunsysteem altijd maar bezig is met dingen waar het niet mee bezig zou moeten zijn. En we kennen in de voeding natuurlijk het verhaal, als je heel veel suiker eet en je krijgt suikerschade overal plakt suiker aan, dan moet het immuunsysteem bovenop springen en dan raken we een beetje ontstoken door. Waar we nog meer ontstoken van raken is voeding tot je te nemen die je niet optimaal kunt verdragen en verteren. En dan knokt het immuunsysteem uit, raken we ontstoken voor. Is ook niet goed voor resistentie voor insuline, is niet goed voor diabetes type 2. Vandaar bij hormoonfactor, glutenvrij, zuivelvrij, draagt wel bij aan het verlagen van onze ontstekingsactiviteit. In de voeding hebben we ook nog eens een keer een balans in vetten. En je merkt ook dat de verhouding omega-3 vetten, omega-6 vetten daarbij belangrijk is. De tip is natuurlijk meer omega-3, dat haal je uit vis. En meer vis eten of lijnzaad, lijnzaadolie zit het ook in. Omega-6 krijgen we juist vaak te veel binnen. Dat zijn eigenlijk de plantaardige oliën die bijna overal gebruikt worden. Zitten in margarine. Zonbloemolie bestaat uit omega-9. Daar krijgen we vaak te veel van binnen. Als je dit beter wil krijgen, deze balans, natuurlijk de andere kant, hè, meer vis. En daarnaast zou je bijvoorbeeld margarine waar het in zit kunnen vervangen door boter. Dan vervang je omega 6 door verzadigd vet. Je zou ook de zonbloemolie kunnen vervangen door olijfolie. Vervang je omega 6 door omega 9. En wordt die verhouding al uiteindelijk een stuk beter. Raken we minder ontstoken, is goed voor onze insuline receptoren. En ja, daarmee
kunnen we hopelijk diabetes type 2 verminderen en mensen die resistent zijn een stabielere bloedsuiker geven. En dat is uiteindelijk natuurlijk ontzettend mooi. En daarnaast is dezezelfde aanpak ook handig bij diabetes type 1. Want daar moeten ook de receptoren moeten gevoelig blijven. Dus dan is de efficiëntie van het werken van je dosis insuline die je toedient, is een stuk beter. Heb je eigenlijk minder nodig voor hetzelfde effect. En je ziet, complementair kun je heel veel doen met leefstijl. Dat is natuurlijk super belangrijk. Ja, ik zie al heel veel vragen binnenkomen. Super leuk. Kijk, daar word ik nou vrolijk van. Dat ik niet het idee heb dat ik het hier voor niks eens eventjes sta te oreren. Kijk, Gerda is er ook. Die kan namens de hormoonfactor ook wat vragen beantwoorden hier. Als je zin hebt, hè Gerda, daar ben ik heel blij mee. Deborah is in de house. Ja, oh joh, hartstikke leuk. Ja, even kijken. Eline vraagt, wat zijn de gevolgen van die versuikering bij diabetes? Glycatie, hè, dat thema wat ik noemde. Dat vindt al plaats natuurlijk bij resistentie. Hè, wanneer die bloedsuiker te hoog wordt en daarna volgt die dip. Maar als het te hoog is, dan ben je al een klein beetje aan het versuikeren. En dat vertrekt zich natuurlijk uit over de jaren. Hè. Het kan tientallen jaren duren, maar het kan wel een beetje zorgen voor meer suikerschade. En glycatie is eigenlijk dat suiker, de glucose, kan altijd plakken aan eiwit en vet. En in ons lichaam hebben we dat. Kijk al naar de vaatwand, dan hebben we natuurlijk vet. En als het vet gaat versuikeren daar, krijgen we plaatselijk laaggradige ontstekingen van de vaatwand. Is natuurlijk een van de oorzaken van hart- en vaatziekten. En je ziet ook bij diabetes dat de kans op hart- en vaatziekten flink verhoogd is. Dan hebben we nog meer plaatsen waar het kan versuikeren. Bij diabetes is ook bijvoorbeeld bekend dat de ooglens, dat er oogklachten ontstaan, de ooglens versuikert, dat geeft oogklachten. Maar ook onze zenuwbanen bevatten weer eiwitten, daar kan versuikering plaats gaan vinden, waardoor je bepaalde verlammingen zou kunnen krijgen, zelfs bij diabetes types. En wat ook zo is, is bijvoorbeeld in de uiteinden, denk aan de adertjes uiteindelijk in de voeten en in de benen, dat daar bijvoorbeeld van die diabetesvoeten ontstaan. Hè, die wonden die niet helen. En de ergste geval is natuurlijk dat er ook, dat er ook amputaties plaatsvinden. Nog een ander iets op de zenuwbanen trouwens, is pijn. Dat noem je neuropathie. Want dat wordt ook door verhoogde suiker verergerd. Dus dat is ook een van de vormen van versuikering. Hè, dus die versuikering, die willen we ten alle tijde tegengaan. En ik merk ook, als we het hebben over veroudering, de anti-verouderingsstroming is hier heel fel op. En daarom wordt er zelfs door bepaalde freaks laag gedoseerd een metformine-achtige stof als supplement gebruikt om die versuikering tegen te gaan. En in de voeding natuurlijk de suiker ook laag gehouden. Dus het is wel een zeer belangrijk thema voor je gezondheid. Voor de acute gezondheid, waar mensen de meeste last van hebben die resistent zijn, is natuurlijk de dip die volgt. Hè. Die merken die hoge bloedsuiker echt niet aan versuikering nog. Dat gebeurt over tientallen jaren. Maar nu wel acuut met die mood swings en die energie dips. Dat voel je niet lekker door en dan ga je ook verkeerde dingen eten. Hè, dat is moeilijker om je dieet vol te houden. Patrick zegt, prachtige achtergrond. Dankjewel, we doen hard ons best om dit ecosysteem helemaal in balans te houden. En dat gaat heel goed. En daar vindt zeker geen versuikering plaats hoor. Inge had een suikerdip. Even kijken. Ja, die wordt hier weer al wakker geschud en zegt, tijd om alles weer op scherp te zetten. Goed dat je dit zegt, Inge, want ja, gedragsverandering blijft toch iets. Hè? Als je iets rest van je leven anders wil doen, ja, het leven verandert. Er kunnen dingen gebeuren die op dat moment even belangrijker zijn. Dan verslons je leefstijl, krijg je de klacht uiteindelijk weer terug. En het is ook zo, wanneer jij op een gegeven moment last ergens van hebt, van schommelende bloedsuikers, je gaat er wat aan doen, je wordt beter. Op een gegeven moment ben je gewend dat je er geen last meer van hebt en dan verzwakt je gedrag eigenlijk. Dus je moet eigenlijk levenslang jezelf blijven monitoren. Ook waarom je het eigenlijk doet. Hè? Dat je jezelf op scherp houdt. Jolanda noemt de term hypoglycemie. Dat is eigenlijk een term voor de dips. Hè? Je hebt die resistentie. Bloedsuiker wordt te hoog. Die dip volgt. En in die dip, dat noemen we hypoglycemie. Dus daarom zeggen ze wel eens, je hebt last van hypoglycemie. Nou, gemiddeld, de personen die dit hebben, die hebben juist last, hebben eigenlijk te hoog bloedsuiker. En dips af en toe. Maar hebben last van de dips. En daarom noem je het hypoglycemie. Want dat merken mensen. Nina Brands zegt, ik merk dat het werkt om zoveel mogelijk zoetigheid in de ochtend te vermijden.
waardoor de drang naar zoet de rest van de dag minder is. Kan zo zijn. Besef wel dat het voor iedereen anders is. En ja, je hebt inderdaad gelijk dat wanneer je bijvoorbeeld die dips krijgt, als je eenmaal begint met die dips begint, in die dips pak je weer wat zoet. En weer wat zoets. En zo hou je jezelf in stand. En je zegt inderdaad, als je meteen goed begint de dag, met een traag opneembare koolhydraat, waar geen dip uit voortkomt, dan maak je het voor jezelf een stuk makkelijker. Heel goed. Anita vraagt, welke soorten fruit moet ik tot me nemen? Als je fruit eet, zie ik daar eigenlijk niet zoveel problemen mee. Want in fruit zitten altijd vezels. En vezels remmen de opname van de koolhydraten weer. Wanneer wordt fruit wel lastiger? Ja, als je er sap van maakt, dan trek je de vezels eruit. En dan gaat die bloedsuiker wel enorm snel stijgen. Daar hebben we toch wel wat klachten van dan. Gedroogd fruit vind ik ook wat risicovoller. Een hand rozijnen is een tros druiven. Dat zou je normaal niet zo snel eten. Of je gaat bijvoorbeeld dadels eten. Als gehele vrucht, niet gedroogd, zul je het nooit doen. Hè, maar die hoeveelheid die je dan naar binnen haalt is een stuk meer dan je zou verwachten. Smoothies, ja, zorg niet dat je een smoothie maakt met 3 bananen, een persik en een ananas. Nee, dat is een suikerbom. Zorg dat er veel groente is en een klein beetje fruit als zoeting. En dan heb je eigenlijk van fruit nooit last. Dus fruit is het probleem eigenlijk helemaal niet. Ja, Esther vindt het leerzaam. Kijk, daar word ik blij van. Doe het niet voor niks, hè? Dat is mooi. Monique zegt, wat weet jij Ralf en wat mag ik nog veel leren? Monique zit zelfs in de opleiding trainer hormoonfactor en zegt dit. Ja, dat is, je kunt hierover blijven doorgaan. Ik ben denk ik wel, ik ben zeker al 20 jaar bezig met deze onderwerpen. Ja, het is geweldig wat je allemaal kunt en ook blijft leren. Ik leer zelf ook nog steeds en dat maakt het vak ook leuk. Anders dan ben je, als je een trucje leert, is de lol er zo af. Nicoline zegt, de resistentie voor insuline wordt alleen maar groter door het toedienen van insuline. Daar bedoel je waarschijnlijk mee bij type 1. Het klopt dat hoe meer, als je te veel insuline gaat toedienen, is de kans op resistentie natuurlijk groter. Daarom is het belangrijk dat ook die hoeveelheid heel erg goed afgestemd moet worden op de hoeveelheid voeding. En de vraag is dan ook, we hebben natuurlijk het zelf toedienen met een langdurige spuit insuline. Je hebt de insulinepomp. Ja, hoe goed stel je die dingen allemaal in? En het is ook zo, wanneer je voeding vol met suikers en allerlei dat soort dingen eet, heb je ook meer nodig van dat spul. En dan is de kans op het ontwikkelen van resistentie ook weer groter. En je ziet vaak na een lange tijd van het gebruik van insuline van buitenaf, dat ook er wat resistentie natuurlijk ontstaat. Het is wel een thema. Bij diabetes type 2 gaat het om de cellen die ongevoelig zijn. Wordt meestal gekozen voor metformine en een aantal andere nieuwe medicijnen. En insuline alleen in een vergevorderd stadium. Dat doen ze natuurlijk niet zo snel. Want zoals je terecht zegt, dat kan averechts werken. Heel goed. Maar het werkt ook niet, want die cellen zijn hartstikke doof voor insuline. Dan kun je daartoe gaan dienen. Er zijn betere opties die je hopelijk alleen maar hoeft te gebruiken. Ali, ik leer veel door jou, Ralf. Kijk. Wat een warm bad. Dankjewel. Sanne die vraagt of D-giro-inositol echt belangrijk is om in te nemen. Of is het een marketing trucje? Ja, het thema is suppletie. En ik heb zat mensen die alleen met leefstijl uiteindelijk een stuk beter gegaan zijn. Suppletie die interessant is. Nou ja, dit zou kunnen werken. Het is echt geen noodzaak in alle gevallen. Soms wordt er chroom gebruikt waardoor de bloedsuiker iets stabieler is. Mocht je bijvoorbeeld van de metformine afgaan, dat de arts zegt van je kunt zonder, dan zou je ook een andere variant voor de zekerheid kunnen nemen. Dat is alpha-liponzuur, alpha-lipoic acid in het Engels. Dat lijkt een beetje qua werking en bescherming op metformine. Dus dan kan de suikerschade, als je niet zeker bent van jezelf, kan de suikerschade op een mildere manier terugdringen. Annette vraagt, noem je het dan als je bloedsuiker altijd lager dan normaal is, of ik dat dan geen hypoglycemie noem, dat noem je eigenlijk ook hypoglycemie hoor. Alleen in de taal die ik hoor, vaak gaat het dan over die bloedsuikerdip bij die schommelende bloedsuiker. Andere manieren van hypoglycemie is bijvoorbeeld wanneer je een bloedsuikerverhogend hormoon niet goed aan kunt maken, zoals bijvoorbeeld cortisol. Dus cortisol verhoogt de bloedsuiker.
In sommige situaties kan die te weinig aangemaakt worden en niet goed anticiperen, waardoor je daardoor wat vaker last krijgt van hypoglycemie. Ja, Maaike zegt, Jan Dezenbrood werkt enorm goed, hoogverzadiging. Kijk, daar heb ik het voor gemaakt. Alsof ik jou betaald heb om hier even die commercial voor Jan Dezenbrood er doorheen te gooien. Nee, maar het klopt. Dat ding is volgestampt met vezel. Is heel langzaam opneembaar als bloedsuiker. En dus geeft een heel langzaam en lang patroon in verzadiging. Dus dat is ook de bedoeling uiteindelijk. Johannes, te laat. Oh nee. Ja, je kunt het terugkijken. Dus ik laat het altijd staan. Uiteindelijk, als het goed genoeg is, plant ik het ook op YouTube. Als ik geen blunders gemaakt heb in de sessie. Volgens mij heb ik nog geen fout gemaakt. Anders laat het me even weten. Vanessa ten Hoor heeft een mooi verhaal hier. Even kijken. Een cliënt gebruikt metformine en cholesterolverlager, dus een statine. Als metformine weggelaten kan worden, volgen de cholesterolverlagers dan ook niet vanzelf. Allereerst moet je weten wat cholesterolverlagers natuurlijk doen. Het wordt een cholesterolverlager genoemd, maar het doet meer dan dat. Door een statine wordt cholesterol natuurlijk wel verlaagd, maar ook ontstekingen worden geremd. En dat is een belangrijke functie daarvan. En die wordt natuurlijk ingezet wanneer de cholesterol niet meer zijn optimale waarde heeft. De LDL is bijvoorbeeld verhoogd, is een van de redenen om dit te doen. Als je je leefstijl verbetert en van de metformine afkomt, vaak gaat de LDL ook al dalen. En kan de arts ook zeggen van ja, misschien kan de statine ook wel in hoeveelheid naar beneden. Het metabool syndroom wat ik benoemde is een verzamelnaam van hoog bloedsuiker, hoog cholesterol, hoge bloeddruk. Dat zien we vaak bij elkaar. En jij zegt hier metformine, dan doen we natuurlijk een bloedsuikerverlager. En je zegt daarnaast dat er ook nog een cholesterolverlager is. Dat is de tweede reden. Soms ook nog bloeddrukverlagers. Die heb je dan meestal bij elkaar zitten. Door een brede leefstijlaanpak kan dit soms naar beneden gaan. En als het om cholesterol gaat, ja, er wordt heel vaak gesproken over cholesterol in voeding en verzadigd vet eten. Is echt een non-thema. Staat helemaal nergens op. Want als ik iemand heb met een verhoogd LDL, die ga je een complete leefstijl aanpak geven. En die verzadigd vet discussie is dan dit in dit verhaal. Mensen moeten afvallen, stress moet minder worden, meer bewegen, onbewerkt eten, voeding die de bloedsuiker langzaam verstoort, voeding die geen ontstekingen geeft. En uiteindelijk gaan die waarden zich daardoor verbeteren. Oké? Okay? En daar hebben we helemaal geen gekke margarines voor nodig om daar wat mee te doen. Brede leefstijl aanpak. Succes Vanessa, goed bezig. Even kijken. Patrick zegt, fouten maken is menselijk. Gewoon op YouTube gooien. Mensen die geen fouten maken, maken meestal niets. Dat is inderdaad waar. En ik heb een fouten gemaakt in het verleden. Oh, als ik daar aan terugdenk. Maar als je ze terug kunt draaien, ben ik heel erg blij. En de zoon van Anoushka wilde mijn vissen vooral zien. Dan moet je naar Ralph's Reef. Ralph's Reef is een aparte Facebookpagina. Daar heb ik gewoon filmpjes en foto's alleen maar van het aquarium staan. Dus dan kun je daar, kan je zoontje daar heel erg blij worden. En Nemo van dichtbij zien. Ja. Even kijken. Adna, ik zie een verhaal bij jou. Dat is een heel groot verhaal. Dit is mij net even te groot, sorry Adna. Als een van de trainers Homofactor op Adna's vraag wil reageren. Dit is bijna een compleet consult wat hier staat. Dat is net te veel. Johanna zegt, een klant van mij met diabetes type 2 mag ook geen vet eten. En is super dun. Dat is de vraag. Want waarom zou zij geen vet mogen eten? Bij diabetes type 2. Het wordt natuurlijk algemeen aangeraden, maar als de persoon al mager is, is het de vraag waarom dit advies gegeven wordt. Want vetarm bij diabetes type 2 snap ik wel een beetje. Omdat het natuurlijk de algemene visie is, vet bevat veel calorieën. Iemand met metabool syndroom en diabetes type 2, die moet afvallen. Dus daarom wordt in dat geval wordt het advies gegeven. Bedankt, Homofactor reageert. Gerda reageert even op de vraag van Adna. Kijk, bedankt voor de hulp. Heel erg blij mee. Oh, Joanne, je zegt type 1 dat was. Bij type 1 geen vet eten. Ik
weet het eigenlijk niet waarom dat precies gebeurt. Je hebt voor vet ook wel een beetje insuline nodig, maar dat is maar heel weinig hoor. Dus het is even een gespecialiseerde vraag. Ik zeg trouwens ook tegen mijn trainers hormoonfactor. Diabetes type 1 is ook wel een specialisatie. Dat vind ik echt ook iets wat trainers hormoonfactor zonder specialisatie niet moeten doen. Dit is diëtistenwerk en een stuk lastiger. Type 2 daarentegen, dat is gewoon een brede leefstijlaanpak wat eigenlijk geen rocket science is. En in dat geval moeten we daarmee aan de slag. Hè, Keer Diabetes Oom, het thema, de programma's op tv. Mooi dat er aandacht voor is en goed ook om door te pakken. Om mensen ook uiteindelijk van die diabetes af te krijgen. Hè, want dat is natuurlijk mega verouderend. Meer hart- en vaatziekte en andere suikerschade die we niet willen. Oké? Okay? Volgens mij zie ik... Nu geen vragen meer. Nou ja, jullie hebben een flink verhaal gehad. Kunnen jullie ook nog even terugkijken. Ik had al een aantal suggesties gehad voor onderwerpen voor volgende week. Mocht je er nog eentje hebben, gooi hem hier nog even onder. Patrick vraagt, maculare degeneratie, oorzaak verzuikering. Zeker weten, speelt mee. Een onderwerp wat ik al een paar keer gehoord heb, wat ik nu nog steeds op één heb staan voor volgende week, is slaapproblemen. Veel vragen over gehad. Ik denk dat ik daar ook een mooi verhaal over kan vertellen om jullie ook hiermee te helpen. Yes? Nu ga ik afbreken. De vragen die er nog komen, leuk als Gerda, als jij nog eventjes een paar minuten die beantwoordt, ben ik heel erg blij mee. En dan hebben we denk ik weer een leuke sessie gehad. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week. Kijk deze uitzending terug en deel hem ook. Zo gaat veel meer mensen dit te zien krijgen, want dit is een thema. Iedereen kent wel iemand met diabetes of met zware resistentie.